Family Time gaat over de dingen die het leven leuker maken. Een vleugeltje beauty, persoonlijke interviews, outfit-inspiratie, spiritualiteit en handige tips van Gloria. Welkom bij Family Time. Kijker, van harte welkom bij deze speciale aflevering van Family Time. In deze aflevering hebben we als thema tienerzwangerschap. En dat is best wel een pittig onderwerp om te belichten. We zijn zo blij dat we iemand hebben gevonden die daarmee ook ervaring heeft. We weten dat tienerzwangerschap in Suriname best veel voorkomt. Ik geloof dat wij in het Caribisch gebied een van de hoogste cijfers hebben, na Guyana. Het was zelfs zo een tijdje geleden dat op Brokopondo 10% van de meisjes een tienerzwangerschap ervoor. Dat is daarna ook gedropt de afgelopen jaren door heel veel voorlichting. Maar we merken dat het nog steeds echt wel veel voorkomt in ons land, in Suriname. Tienerouders, tienervaders, tienermoeders, die komen heel veel uitdagingen tegen. En we praten vaak over tienermoeders, maar hoe zit het nu met de tienervaders? En daarom hebben we iemand in de studio die hiermee ervaring heeft. Die uit de eerste hand kan vertellen wat het is om een tienervader te zijn en te worden. Het is Rebrof Sanfisi. Hij is vandaag de dag gelukkig getrouwd met Rachel. Ze hebben 3 kinderen. Hij heeft ook al een tienerdochter. En Rebrof, ik ben blij dat je met ons wilt praten over hoe het is om te horen dat je tienervader wordt. Misschien kan je een beetje vertellen over die periode toen in je leven. Als ik eerst mag groeten, nogmaals dan dat ik weer hier in de studio mag zijn met jou, Gloria. Groet aan de kijkers en Rebrof is een drukke Suriname. De meeste groeten denk ik, want hij is artiest, hè. We kennen hem van Mi Apu van Rome, die hit. En je bent ook fulltime account manager, je vrouw heeft ook een fulltime job. En je bent lid van het leiderschap van je gemeente. Klopt, Handelingen. Drukke man. Ik wil mezelf niet beschouwen als een drukke man. Je hebt veel te doen. Ik heb veel te doen. Yes. Weinig tijd te doen. Oké. Niet veel mensen weten dit van jou, denk ik. Dus dat je ook tienervader bent, gewoon op 16-jarige leeftijd. Ik denk het niet, maar ik vertel het wel graag. En waarom? Kijk, het is goed wanneer mensen, als jouw verhalen anderen mag inspireren. Toch? Is het altijd goed om dat met anderen te delen. We zijn er om elkaar te helpen. En dit is een van de manieren hoe ik anderen kan helpen. Dus vandaar dat ik toen iemand vroeg zei, hey, waarom niet, weet je, let's talk about it. Laten we het uit taboe halen, zover het nog geen taboe is. Laat het een open onderwerp zijn. Ik wil niemand stimuleren om tienervader te gaan worden. Dat is niet de bedoeling. Maar laten we er wel over praten, zodat we lessons learned uit kunnen halen. En waar het kan dat jij uit mijn verhaal iets kan meenemen om zeg maar het beter te kunnen doen. Ja, want we weten ook in Suriname, dan probeert men dat vaak te verbergen. Precies. Of te verbloemen. Precies. Omdat precies. Het, inderdaad, het is een stigma. Vaak krijgen ouders en ook de tienerouders zelf een heleboel dingen te horen. Onderzoek omstandigheden. Heb je dat ook meegemaakt? Kijk, ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik heel begripvolle ouders had. En ook heel begripvolle schoonouders. Ja. Je kan je niet voorstellen. Ik zit bij mijn schoonmoeder nadat ik net gehoord had en het is bevestigd dat we een kind gaan krijgen. Je was toen 16 jaar oud. Ik was toen. Hoe oud was ik? Concreet was ik 15. 15. Toen ze geboren werd, was ik 16. Ja. En ik zei tegen mijn schoonmoeder, dus wanneer ik 30 ben, heb ik een meisje van 15 jaar. Ja. En ze lachte erop. Ja. Maar je was eigenlijk nog een groot kind op dat moment. Ik was gewoon een groot kind, maar het ding is, ik ben wel altijd, vanaf jongs af heb ik wel altijd groot gedacht. Mm-hmm. Ik kan me goed deugen toen ik iets van 10 of 11 was, zei ik tegen mezelf en ik zei tegen mijn ouders, 18 jaar
wil ik op mezelf zijn, wil ik mijn eigen huis raden zelf. Je streefde altijd naar zelfstandigheid. Ik streefde altijd naar zelfstandigheid. Grote mensen dingen doen. Grote mensen. Je kon niet wachten om grote mensen dingen te doen. Of hoe ging dat eigenlijk? Je had een vriendin. Ja, dus zoals ik zei, ik had geen moeilijke schoonouders, ik had geen moeilijke ouders. Je had een goede relatie met haar familie. Dus iedereen wist van jullie relatie, dat iedereen wist dat vriend, vriendin waren. Precies, toch? Dus dat vergemakkelijkt het een beetje. Zeker als je geen jongeman bent die zeg maar bekend staat als een vigilante, weet je. Ik ben gaan scoren, ik deed mijn best op school. Eén keer blijven zitten. Dus toen was ik nooit blijven zitten. Maar had men een beetje. Dus dat soort dingen. Dus ja. Ze verwachten het defy, om het even zo te zeggen. Dus ja. Als het misgaat, dan heb ik ooit oké. Weet je wel. Ja. Dus die genade heb ik wel gekregen in die periode. Kijk, in andere cases, weet je wel, ja, kan het anders aflopen afhankelijk van je reputatie. Als jongeman een besef van wat er eigenlijk gebeurde op dat moment? Ik kan niet zeggen dat ik het niet heb, maar ik kan ook niet zeggen dat ik het had. Okay. Nou, ik kan niet zeggen dat ik het niet had, maar ik kan ook niet zeggen dat ik het had. Kijk, op dat moment, ik ben altijd de type persoon geweest die deelt met de realiteit. Toch? Mm. Dus zo nuchter mogelijk omgaan met. Maar 15 jaar oud, je bent nog op school. Ik ben op school. Je verwacht een kind. Alles. Hoe ga je daarmee om? De eerste reactie is altijd abortus. Dit ga ik niet aankunnen. Ja. Dit wil ik niet. Ik ben hier niet klaar voor. Ja. Ik ben daar wel eerlijk over. Ja. Van, van me doen aan die zie. Ik heb mijn school niet af. Ik werk niet. Toch, ik kan niet rekenen op mijn vader. Het was juist een periode waar het niet zo goed ging met de business van mijn vader. Dus allerlei dingen gaan door je hoofd heen. Ja. Toch van, hoor je nog één keer. Dus ik mag de moeder van mijn dochter en nog een paar andere personen, ik kan even niet op hun naam komen, maar ik mag Janine echt dankbaar zijn dat ze zei, Rebro, we gaan dat niet doen. We gaan dat niet doen. Je vriendin heeft echt gezegd, ik wil dat niet doen. Ik wil het niet. Het zou me spijten dat ik dat gedaan zou hebben. Ja. Toch? Hoe moeilijk het ook was. Hoe moeilijk het ook was, nee, we gaan dat niet doen. En ik heb er geen ruzie over gemaakt. Op een gegeven moment zei ik, weet je wat, je hebt gelijk. Dit is het. Het is niet gepland, het is, maar let's go for it. Let's go for it. En ik begon toen, zeg maar, in te leven. Oké, relax. Je gaat het nu doen en je gaat je leven aanpassen. Was het ter sprake dat jullie samen zouden gaan wonen, trouwen? Sowieso. Sowieso. Kijk, het was wel een tienerperiode. Mm-hmm. En ik ben altijd technisch nog te jong eigenlijk om te trouwen. Ik was niet altijd heilig. ik had niet altijd plannen om met één vrouw maar te leven. Dus op dat gebied was je nog echt niet toe aan ik was, het stichten van een gezin? No, absoluut niet. I was wild. I was very 15 wild. Jaar oud. Ja, I was wild. Het was eigenlijk, hoe zeggen ze dat? De tijd van mijn leven. Ja. Maar dat is ook logisch. Je bent tussen een jongen en een man. You know. Hormonen zitten hormonen in je lichaam. Peer pressure, die invloed hadden. Ze heeft daar heel erg last van gehad. Dus ik mag eerlijk zeggen dat ik een probleemvoeder geweest ben. En dat zeg ik echt niet trots hoor. Nee. Ik zeg het niet trots. Maar we moeten de dingen benoemen zoals ze zijn. Ja. Maar terugkomen. Ik had wel het besluit genomen van, de beslissing genomen van, kijk, we gaan dit wel doen, ik ga vader worden op een gegeven moment en ik ga ervoor zorgen dat wat ik van mijn vader gekregen heb, dat ik dat ook aan haar geef. Mm-hmm. Ik zei het al de vorige keer. Aan je dochter? Aan mijn dochter, toch? Van, mipa no lief me. Mipa zorg of me, heeft me aandacht gegeven, heeft tijd in mij geïnvesteerd, toch? En heeft altijd voor zover hij kon, heeft hij met me gesproken. Dus ik wil dat teruggeven aan mijn dochter. Ook al was je 15 ook jaar al was ik 15 jaar ook al was het technisch. Ook al was het technisch onmogelijk. En financieel ook en financieel vooral niet. Maar hoe dan? Met belief.
faith. Ja. Toch? Ja. En zo zie je weer, want op dat moment ging ik ook niet naar de kerk. Maar daar zie je weer de kracht van een mens. Toch? Als je besluit om iets te doen en je gelooft in jouw besluit, dan staat het hele universum, om even populair te praten. Niets is onmogelijk. Niks is onmogelijk. God staat achter je. Zelfs al ben je niet heel erg geloven. Mm-hmm. Het feit dat je een besluit maakt en je zegt, ik geloof in het besluit dat ik neem, kan hem ook knap geven. En hij gaat ook deuren voor je openmaken. Hij gaat ervoor zorgen dat er helpers komen, want mijn ouders hebben geholpen. Mijn schoonouders hebben ook geholpen om zeg maar, het kind op te voeden. En vooral financieel, dat alles in het rijden en zeilen goed ging. Dus nogmaals, het besluit, het begon bij het besluit dat ik heb genomen. Van één, om maar te zijn voor je kind. Ik ga er zijn voor mijn kind. Ja, en je kind, ja, je hebt een band, je bent haar vader, ook al ben je op dat moment maar 15 jaar oud. Ook al. Je gaat ervoor. Ja. Maar wat zijn voor jou eigenlijk de gevolgen geweest als jonge man? Van, de directe gevolgen. Dat je zo'n jonge vader bent. Sowieso op je studie. Je verliest concentratie. Ik had het over die slapeloze nachten waar ik met baby moest. Ja, dat was echt zo. Dus sowieso gaat er wat aan je studie. Maar ook emotioneel. Training, hè? Training. Je energie. Dus, en financieel, want je moet gaan werken nu. Ja, toch? Om toch. Je gaat niet alles voor je ouders, al helpen ze, je gaat niet alles aan ze overlaten. Dus waar je steeds kan bijdragen, je gaat werken en je gaat helpen. Eigenlijk ben je vanaf dat moment nooit meer een tiener, onzorgeloos. Je bent niet meer de zorgeloos. Je bent gewoon één keer die vrije tiener die je was. Die vrijheid ben je gewoon kwijt in één keer. Je kinderjaren zijn intact. Je kinderjaren woefs weg. En je begint gelijk. Je begint gelijk de realiteit van het leven te leren. Voor dat moment is het pijnlijk, maar in retrospect, zegt de Bijbel, het is goed om je last in je jonge jaren te dragen. Want wanneer ik terugkijk, dan zie ik, ik zou misschien niet zijn waar ik nu ben, als ik niet toen al dat gewicht had gedragen. Mm-hmm. Toch? Dat ik nu ook al manager mag zijn. Je wordt toch sterker. Je wordt gewoon sterker. Mentaal, mentaal, geestelijk, et cetera. Dus het heeft een op dat moment heel negatieve effect. En dus ik zou niemand aanraden om dat te doen. Bouw jezelf eerst op. Geestelijk, maar ook financieel, sociaal. Vind jezelf. Vind God. Vind je purpose. Vind je identiteit alvorens je gaat starten. Zelfs al voordat je gaat starten met de relatie. En wanneer je zelfs een beetje stabieler bent, dan ga je bouwen aan een gezin. Dat is wat ik aan ieder aanraad. Maar als het ook gebeurt, moet ik ook hier opzien. Ja. Alsjeblieft, pleeg je abortus. God ook naar je. God gaat met je staan. Als je dat besluit neemt van, hey, ik wil er zijn voor mijn kind, gaat God je echt helpen. Maar is het dus echt gelukt om er te zijn voor je kind? Je denkt dan aan doktersbezoek, prikjes halen, verjaardagen. Everything. Attentie, alles meegemaakt. Everything. Leuke uitjes doen. Heb je alles, dat kunnen doen als vader? Alles gedaan. Dus het is toch mogelijk? Het is, dat alles heb ik gedaan. En tot de dag van vandaag heb ik een heel goede baan met mijn dochter. Mm-hmm. Er zijn, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik kan het toch zeggen. Soms vertrouwt ze me dingen toe die ze niet hadden moeten zeggen. Zo. That's the kind of relationship that is possible wanneer jij zelf besluit om te investeren in je kind. Mm-hmm. En dat is niet om te braggen over, zeg maar, dat ik een betere relatie heb met die moeder, want ze zou ook wel dingen aan die moeder vertellen dat ze niet aan mij vertelt. Maar het punt is, die band is er. Ze is nu zelfs tiener, dus je begrijpt. Ja. Ze gaat door ongeveer dezelfde periode als ik. Ja, hoe slaap je? En we zijn jongens als een rebrof op de loer. Ik heb geleerd uit wat ik toen had gemist. Hoe kwam het eigenlijk dat je dit jou over? Wacht dan. Die periode heb je echt iemand nodig die, zeg maar, als tiener. Als tiener die je binnen de perken houdt.
Weet je wel? Je bedoelt een moederfiguur, een vaderfiguur. Voor zonen, voor jonge mannen, is dat vooral een vaderfiguur. Het hoeft niet speciaal je biologische vader te zijn, maar wat pamoes daarbij, wat omu, somebody die echt tot je praat en zegt. Weet je dat zeker? Want sommige vrouwen zeggen van, ik heb die man niet nodig, ik voed mijn kind zelf op, lieve man. Alleen de stem, u weet het, u hoort van dat soort wetenschappelijke onderzoeken. De stem van een man, de frequentie waarop het naar buiten komt, doet iets dat de stem van een vrouw niet kan doen in een jonge man. Dus een kind heeft zowel een vader als een moeder nodig? Ze heeft zowel een vader als een moeder nodig. Meisje en jongen. Het grootste probleem dat we hebben in het Caribisch gebied is niet die tienerzwangerschap, maar is een vaderloos gezin. Hey, dat is het probleem. Diep man. Want je kan tienervader zijn, maar niet gewoon biologische vader, maar echt daar. Nee, ik zeg het verkeerd. Je kan jong zijn en een kind krijgen. Maar dat betekent niet dat je geen vader kan zijn. Dus je hoeft geen afwezige vader te zijn. Ook al ben je niet samen met de moeder. Je hoeft niet afwezig te zijn. Maar er zijn veel mannen die dat ook willen. Die dus geen relatie meer hebben met de moeder van hun kind. Maar wel er willen zijn voor hun kinderen. Hoe pak je dat aan? Communicatie met de moeder. Communicatie. Communicatie met de moeder. Communicatie met de ouders van die moeder. Dus je schoonouders. Het is goede afspraken maken. Neem je kind mee in het weekend. Bel, sms, app. Breng er een keertje uit. Mm-hmm. Weet je wel? Mm-hmm. En bouw gewoon die band. Praat met ze. Vraag ze, wat houdt je bezig? Hoe gaat het op school? Wie zijn je vrienden? Wie zijn je vriendinnen? Ja. Ja? Waar praten jullie over? Stel vragen. En dit vooral, wees open. Mijn dochter, volgens mij, haast alle levensverhalen heb ik anders verteld. Zeker de levensverhalen die ik met haar leeftijd heb, met dingen gewoon openlijk doe. Je ervaringen. Mijn ervaringen met dingen openlijk. Ik ga je eerlijk zeggen, wanneer een jongen naar je kijkt, je denkt maar, hoeveel mooie dingen hij ook gaat zeggen. Het belangrijkste voor hem op dat moment is niet om met je te trouwen, om lang termijn met je te zijn, het is seks. Mm-hmm. Toch? Ik ben ook daar geweest, dus ik vertel je gewoon. Ja. Wees gewoon 15, 16, open met 14, dat kind. Weet je wel? Ja, het is die fase. Want dat maakt dat er een band komt. Kijk, ik zei de vorige keer al. We can feel each other. Dat kind kan ook voelen wanneer je genuine bent. Mm-hmm. En als je genuinity uitgeeft, dan ga je ook genuinity terugkrijgen. Yes. Als je echtheid uitgeeft, dan ga je ook echtheid van het kind terugkrijgen. Dan is het ook niet. Zo is makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Het gaat veel meer van je eisen, maar dat is het allerbelangrijkste. Want dat is wat ik gemist heb in die tijd. Het is niet dat ik geen vader had. Mijn vader was op dat moment, hij ging zelfs door een periode heen. Dus de aanwezigheid van hem, zoals ik het daarnet beschreef, ik kreeg het niet. Het is niet omdat hij het niet wilde geven, hij kon het niet geven, hij was niet in staat. Want hij was mentaal zwak geworden, etc. Hij ging door een heel moeilijke periode. Overmacht was het. En precies overmacht. Dus en die situatie heb je een beetje gebracht in, gemanoeuvreerd in. Omdat je komt naar een matito, weet je wel. Invloed van vrienden. Je komt uit die bubbel. Ja. Want ik ben altijd die lieve jongen geweest, achter PC en TV, zeg maar. Is dat wanneer je uit die bubbel komt, dan kom je met de wereld. Toch, en dan wil je meespelen met de mensen. Dan wil je meespelen met iemand, die macho toch. Je wil erbij horen. Je wil 15 jaar. Je wil dat er ook naar jou opgekeken wordt. Dus wat de jongens doen, doe jij ook. Plus meer. Want je moet het top bereiken. Ja. Toch? En ik zeg dat niet trots nogmaals, maar ik vertel het zoals zeg maar toen in mijn wereld leefde. Ja. En, mooi dat je ons zo'n inkijk geeft in de belevingswereld van een tienerjongen. Precies. En dat precies. Je ook zegt dat het zo belangrijk is dat ouders en vooral vaders praten met hun zonen. Vaders, het grootste probleem is niet die tienerzwangerschap, het is het vaderloos gezin. Yes. Nu kijk je terug, wat zijn de lange termijn gevolgen geweest van wat je is overkomen om zo'n jong tienervader te worden? Nou, de korte termijn. Mm-hmm. Effecten waren negatief, heel erg negatief. Ik moet zeggen, op lang termijn
pluk ik nu de vruchten van. Ja, je bent een jonge vader. Ik ben een jonge vader. Ik ben er trots op. Ik heb een meisje die op Lego 1 zit. Ja. Met 16 jaar. En jullie hebben een goede band met elkaar. We hebben een goede band met elkaar. Yes. En het heeft me gedwongen om me extra in te zetten. Zodat ik een gezonde, sociaal-economische lifestyle kan leiden. Toch? Maar dat is ook een van de dingen die, als je er niet goed mee omgaat, dan beland je in, zeg maar, vooral afhankelijk van waar je komt. Als je moet uit een poti gezin, kan het zijn dat je moet een poti gezin zijn moet. Want je mist die scholing. En als je na scoren, helaas, aan maatschappij in Zawit-Libi, geen scholing betekent weinig tot geen. Snap je? En een dus, vader, nou, een provider. Dat bedoel ik. Als je kan duizend praten van vader, vader, maar die vader niets kan doen voor het kind en die moeder. Begrijp je? Ja. Toch? Ja. En dat is toch wel iets dat je moet kunnen dragen. Precies, dat is toch wel iets waar je aan moet werken. Ja. Dus God heeft ons wel op wat dat betreft. Zeker met, zeg maar, het gezin dat ik nu heb. Heb ik een getuigenis om te vertellen. Maar ik denk juist dat je dat ook hebt, omdat je op dat moeilijkste moment in je leven, en toen je vriendin ook zei, ik wil de baby niet weghalen, dat je ook ervoor bent gegaan. Hè? Je hebt niet gedwongen van, ik moet en zal een abortus, als je geen abortus doet, ben ik er klaar mee. Ja, hou ik niet meer van je, nee, dat helemaal soort dingen. Niet. Je bent er doorheen gegaan. En vandaag kijk je toch terug, ja, met dankbaarheid. Heel, met dankbaarheid. Dat God je door alles heen heeft geholpen. Yes. Wauw, yes. En dan zie je dat uit moeilijke dingen kunnen soms ook de mooiste dingen precies, ontstaan. Precies. Yes. If we make the right decisions. Zo is dat. Dus tienerzwangerschap, het is moeilijk, maar het is niet het einde. Ook als tienervader of moeder kan je een geweldige toekomst verwachten met de Heer Jezus. Je gezin is je grootste schat. En als het gaat om persoonlijk leven, maak je graag de beste keus. Family Time helpt een handje. So dear family builders, let's have some family time with Gloria. Lieve kijkers, je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Family Time. En het is dus weer tijd voor de fashion en beauty blog van Family Time. Ik ben Teersa Shablani Wongswisan en ik deel weer graag een leuke tip op het gebied van fashion en beauty. Om jouw natuurlijke schoonheid beter te accentueren. En vorige keer hebben we dus een kledingtip gegeven. Ik hoop dat jullie daar wat mee hebben gedaan. En dit keer gaan we dus een make-up tipje doen. Ik weet dat heel veel mensen wel houden van make-up. Ik ben een echte make-up lover. En in de vorige aflevering zei ik ook al dat ik vanaf heel jong al experimenteerde met make-up en het aanbrengen van make-up. En vandaag de dag speelt heel veel in de make-up wereld het contouren van je gezicht. Met contouren bedoel ik dus bepaalde delen van je gezicht accentueren. Zodat je gezicht eigenlijk de natuurlijke vorm van je gezicht een mooiere vorm krijgt, of een mooiere vorm, dat je met make-up daarmee een mooiere vorm tot uiting kan brengen. Want sommige mensen vinden hun gezicht misschien een beetje te bol of hun neusje te breed. En dan kan je dus bijvoorbeeld met bepaalde make-up trucjes een handje, de natuur een handje helpen en je gezicht er wat smaller laten uitzien enzovoorts. Contouren doe je dus met verschillende make-up kleurtjes. Meestal heb je zo'n palet. Zoiets noemen ze een palette. En dan heb je verschillende kleuren waarmee je kan werken als je je gezicht dus wil contouren. En vandaag wil ik dus een contour tipje geven om je gezicht wat smaller eruit te laten zien. Zodat je weet toch vaak op de foto zeggen ze maken een dog face en dan dat doen mensen zo, maar eigenlijk is dat gewoon gek. Maar soms is het wel leuk als je gezicht een beetje een smallere look heeft. Zodat je er wat mooier uitziet en je natuurlijke schoonheid mooier kan accentueren. En bij het contouren speelt dus dat je je gezicht sowieso een beetje een basis geeft. Je zet wat foundation, een beetje poeder. En dan ga je dus bepaalde punten in je gezicht een beetje accentueren. Ik heb nu al wat make-up op, dus het verschil zal misschien niet zo heel groot zijn van nu en nadat ik het voorbeeld heb laten zien, maar belangrijk is dat je dus de tips meeneemt en het zelf gaat proberen thuis. Make-up is gewoon eigenlijk een, ja, ook een beetje kunst en soms moet je er gewoon een beetje mee spelen en kijken wat werkt voor jou.
Bij contouren, zoals ik eerder zei, gaat het dus om bepaalde plekken in je gezicht accentueren om een smallere look te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld de donkere kleur waarmee je begint. Je hebt een palet. Deze palet heeft heel veel kleuren hoor, maar je kan bijvoorbeeld met 3 kleuren werken. Een kleur waarmee je dus de contourlijnen aanbrengt en dat is meestal de iets wat donkere kleur. En dan heb je de kleur waarmee je dus de blush aanbrengt, dat is rouge. Op je gezicht, dus om een beetje een mooie blozende look te krijgen, een beetje stralend. En dan heb je de highlighter, dat is dus de lichte kleur, dan mag je zelf even kijken hoe licht je daarmee wilt gaan, om een bepaalde shine en glow te geven aan je gezicht en ook zeg maar die smalle look te krijgen en dat mooi tot uiting te brengen. Bij het contouren, waar je dus begint met de donkere kleur, de bruine kleur, dan werk je dus met een bepaalde lijn. Het gaat meestal van je mondhoekje hier, tot naar je oor. Dus hier werk je met deze lijn. En op deze lijn breng je dus de bruine kleur aan, de donkere kleur. Je tipt hem een beetje aan. Eigenlijk, je hebt verschillende kwastjes ook al waarmee je kan werken. Ik heb hier ook wat andere kwastjes. Natuurlijk, bij elke kleur is het best om weer een andere kwast te gebruiken, zodat je niet, je weet toch, die kleuren te veel gaat mengen en een verkeerde look krijgt. Je wil niet lijken op een clown. Dus, maar met de donkere kleur werk je dus met die contourlijn. Dus dat is van je mondhoek naar je oog, naar je oor, sorry. Naar dit, dus dit punt. Ga je dan een beetje donker kleuren. Op YouTube en zo vind je ook een heleboel leuke tips en trucs om bijvoorbeeld je gezicht te contouren. En als je dan die donkere lijn hier hebt getrokken met de bruine kleur, dan ga je daarop dus met je blush werken. En dat is dus de roze kleur. En daarmee ga je dan een beetje de rouge lijn erboven maken. En uiteindelijk krijg je dan de lichte kleur. Ik doe het heel sneller. En dat komt dan helemaal bovenaan. Ik heb het op dit moment allemaal met 1 kwast gedaan. Maar het is belangrijk dus om ook steeds een ander kwastje te gebruiken. Maar nu heb ik dus al make-up op mijn gezicht. Dus ik heb het niet allemaal from scratch gedaan. Want anders duurt deze fashion en beauty blog ook veel te lang. Maar daarmee heb ik wel geprobeerd aan te geven. Ik ga dat wel met een neutrale kwast. Eentje. Een beetje die, hoe heet het? Die bruine. Die contourlijn die ik heb getrokken met de donkere kleur een beetje uit blenden. Want het is niet de bedoeling dat je met bruine lijnen in je gezicht gaat lopen. Dus het uitblenden of uitkwasten ervan is ook erg belangrijk. En dat doe je dan meestal met een kwastje waarmee je je normale gezichtspoeder al hebt aangebracht of zo. Zodat het dan die kleur lekker blendt in je gezicht. Maar dan krijg je dan bijvoorbeeld deze look. Dat je dan bijvoorbeeld een bepaalde schaduw creëert onder je jukbeen. En dan je blush erop en highlighter erover. Zie je, het is deze kant is dus een beetje meer. Het was al eigenlijk gedaan met mijn gezicht, omdat ik al opgemaakt was. Maar dan zie je een beetje het effect dat deze kant dan iets wat donkerder gedaan is dan de andere kant. Ik hoop dat ik jullie hiermee heb geholpen om een beetje meer te gaan spelen met make-up. En meer te proberen om je gezicht van tijd tot tijd te contouren voor een mooiere uitstraling. Het gras verdort, de bloem valt af, maar Gods geweldig woord blijft voor altijd. In Family Time graag je aandacht voor het Bijbelvers. Dear viewers, be blessed. Beste kijker, we gaan het hebben over de tekst van deze week. Genomen uit Lucas 11, vers 9, waar de Heer Jezus zegt: luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Het gaat dus om bidden en ontvangen. En we zien dus dat God wil dat wij hem vragen. Wij moeten de vrijmoedigheid nemen om hem te vragen. Sommige mensen zeggen, ja, ik vraag, ik bid, maar ik ontvang niet. Dan is daar toch wel een reden voor. Het gaat ook om een relatie met God. Om hem te kennen in uw leven, om God te kennen als uw hemelse Vader, als degene die u dagelijks ook zoekt en een relatie met hem hebt. Waarom is het zo belangrijk dat wij bidden en ontvangen? Omdat wij anders een leven gaan leiden van twijfel, een leven gaan leiden van: leeft God wel? Is hij nog steeds dezelfde God
zoals dat staat geschreven in de Bijbel. We weten dat God ons wil verhoren. Niet omdat wij zo goed en zo lief zijn, maar God wil ons verhoren omdat wij zijn kinderen zijn. Net zoals een vader aan zijn kind datgene wil geven wat zo'n kind nodig heeft. En hoe worden wij kinderen Gods? De Bijbel zegt, allen die hem, Jezus, aannemen, worden kinderen van God. Daarom is het belangrijk dat we ons hart dagelijks openstellen voor de Heer. Dagelijks hem belijden dat hij degene is die ons leven in zijn hand heeft. Dat hij degene is die voor ons zorgt. Hij wil dat wij de zegeningen van hem in ons leven gaan ervaren. Want door de Heer Jezus Christus zijn wij reeds gezegend met allerlei soort van zegeningen in de hemelse gewesten. God heeft alles voor ons reeds klaargelegd. Hij wil niet dat wij in bezorgdheid leven, dat wij gekweld worden door depressie, door ziektemachten. Nee, hij wil dat wij die vrijmoedigheid moeten nemen om hem te geloven en om hem te vertrouwen dat hij ons leven in zijn hand heeft. En ook al komen er tegenslagen en moeilijkheden, teleurstellingen, wij moeten blijven vasthouden. Wij moeten blijven vragen, de Heer Jezus zegt het ook, bid en je zult ontvangen. De Heer Jezus zegt het ook, dat wij moeten blijven bidden en niet moeten verslappen. Daarom is die relatie met God zo belangrijk, maar ook het kennen van zijn woord is zo belangrijk. En wij prijzen en danken hem daarvoor. Dit was dan de tekst van deze week, Lucas 11 vers 9, bid en je zult ontvangen. God zegen u. Groen maakt ons gelukkiger, gezonder en gezelliger. So why not go green? Dag beste kijkers en luisteraars. Welkom bij deze aflevering van Bloom and Grow. En in deze aflevering wil ik het met u hebben waarom het heel belangrijk is om planten ook in uw huis te hebben. In Suriname is het nog niet zo heel gebruikelijk dat mensen veel planten in huis hebben. In het westen, waar mensen veel binnen leven, zie je dat ze vaker kamerplanten kopen en zelfs op hun slaapkamer planten hebben. Maar in Suriname zie je dat een stukje minder. We hebben vaak ruikers, daar houden we van, en bloemen zetten we vaak in huis, want dan denken we dat is mooi. Maar planten, als ik soms in bepaalde huiskamers kom, dan zie ik van, nou, dat is nog niet zo ingeburgerd dat we planten in ons huis zetten. En daarom wil ik deze aflevering dus aan u uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we ook in onze huizen, ook al wonen we op een open erf, ergens ver in de polder, zoals hier, waarom het toch belangrijk is waarom we planten in ons huis hebben en in onze werkomgeving. Planten zijn namelijk organismen die eigenlijk als afval zuurstof uitstoten. En vooral als u in een gesloten ruimte bent met de airco of iets dergelijks, dan is het heel belangrijk om die lucht ook te zuiveren. En af en toe doet u natuurlijk alle ramen open, want dan zegt u van dan komt er lekker frisse lucht in huis. Maar het is ook heel goed om planten in huis te hebben die uw lucht zuiveren. En zelfs in de wetenschap heeft men ontdekt dat deze plant, dat is de graslelie, is een hele lieve, makkelijke plant die u gewoon ergens kan zetten, één keer in de week water kan geven. Hij groeit vanzelf. Deze plant geeft zoveel zuurstof en hij zuivert de lucht zo goed dat zelfs NASA, wanneer de astronauten, ik denk alleen in planten, de astronauten, wanneer de astronauten in het luchtruim zijn, heel hoog waar er geen zuurstof is, dan nemen ze dus zo'n plantje mee. Dan zetten ze dat in die cabines. Want deze plant is in staat om de lucht te zuiveren en om goede zuurstof te houden. En deze plant, dat is de graslelie, die heeft die eigenschap heel sterk. Maar er zijn nog veel meer planten die een luchtzuiverende werking hebben. Nou, de zeer bekende kerkpalm
Je ziet ze vaak bij feestjes, hè? Als mensen palmen, stoelen huren, kan je ook planten huren in potten. En meestal zie je dan die kerkpalm, die zetten ze in tenten neer. Deze heeft een hele goede luchtzuiverende werking. De salsifera, dat zijn die hele dikke bladeren, die heeft een hele sterke luchtzuiverende werking. En de aloe vera plant, die heeft dat ook. En zo ziet u dat planten niet alleen mooi zijn, ze zijn niet alleen decoratief, maar ze hebben ook een hele belangrijke functie voor ons mensen. En wat de wetenschap ook heeft ontdekt, is dat wanneer je planten in je omgeving hebt, planten in je kantoor hebt bijvoorbeeld, waar je aan het werk bent, dan kan je je beter concentreren. Ik weet niet waarom, maar het schijnt dat een plant een bepaalde werking heeft op uw concentratievermogen, dat dat beter gaat, dat het beter stimuleert. Als u bijvoorbeeld achter een computer zit en u hebt een klein plantje op uw bureautje of achter u, dan heeft wetenschappelijk bewijs aangetoond dat mensen zich beter concentreren met een plantje. Wat ook heel belangrijk is, planten geven u een gevoel van welzijn. Als u ergens in een kale ruimte bent, dan kunt u daar normaal functioneren. Maar als je daar een paar mooie grote planten in neerzet, dan merk je, en dat is wetenschappelijk ook bewezen, dat mensen zich gelukkiger voelen. Dat mensen zich prettiger gaan voelen omdat er planten zijn. En laten we eerlijk zijn, God heeft de schepping zo gemaakt dat we gewoon in verbinding met elkaar staan. We hebben elkaar nodig. Wij geven kooldioxide, stoten wij uit voor de planten. En de planten geven ons zuurstof. Dus we hebben elkaar nodig. Het is een systeem. En als we deze dingen uit ons leven uitbannen, als we die dingen niet meer gaan laten functioneren waarvoor ze bedoeld zijn, ja, dan krijg je misschien andere effecten. Weet je? En ik wil u erop aandringen, koopt u veel plantjes, maar u kunt die plantjes ook zelf vermeerderen. In een volgende aflevering ga ik dat ook aan u laten zien, hoe u plantjes zelf kunt vermeerderen. Planten zijn ontzettend leuk om cadeau te geven. U kunt een ruiker kopen en na 2-3 weken is die ruiker dood en u gooit het weg. Maar een plantje is er voor vele jaren om van te genieten. Dus ik zou u willen aanraden, bloom en grow met plantjes. Dank u wel. Family Time is een programma voor elke homemaker die zich graag goed voelt, zowel van binnen als buiten. Gloria en familie heten je van harte welkom in hun huis en hun hart. Be inspired and blessed while you watch and enjoy Family Time. In deze aflevering van Family Time natuurlijk ook weer Family Talk. En dat gaan we doen met een echte familie. Dit is mijn moeder, Sila. Mijn zus Jennifer en ons jongste zusje Tabere, Tirsa. Tirsa, we spraken in deze aflevering heel veel over tienerzwangerschap. Wat denk jij dat de gevolgen zijn van tienerzwangerschap op korte en lange termijn? De gevolgen? Ja, dus ik vind het alvast heel erg moedig als tieners ervoor kiezen om hun kindje te behouden. Want in deze moderne tijd praat men vaak over aborteren. Als meisjes per ongeluk zwanger raken, dan weet je. Dan hebben ze soms ook de optie om het kind dan te aborteren. Dat is ook zo erg, dat stigma, dat mensen gelijk gaan praten over haar, die schaamte. Ja. Dat is heel zwaar voor een tienermoeder, men onderschat dat vaak. Precies. Ja, heel goed dat je dat aanhaalt. Ja, maar ik heb wel gezien dat bijvoorbeeld, of tenminste in de samenleving, je hebt het ook met celebrities hoor. Als je even googelt naar verschillende geschiedenis van celebrities en mensen die heel populair zijn uiteindelijk geworden en of een grote positie hebben in de maatschappij, zijn het vaak mensen die bijvoorbeeld uit hele arme gezinnen komen of van wie hun ouders ze niet goed konden verzorgen, maar op de een of andere manier dat ze een boost heeft gegeven om harder te werken in het leven en toch verder te komen dan de doorsnee persoon. Dus ten eerste vind ik het heel moedig als kinderen gewoon of jonge tieners die per ongeluk zwanger raken, besluiten het kind te houden. Ik zou dat altijd adviseren. Want ik heb vaker discussies gehad in mijn netwerk of vrienden. En dan vinden ze van, ja, dat kind heeft geen toekomst, liever doe je het niet of heb je het niet. En weet je, dan heb je vaak dat mensen dat soort uitspraken doen. Maar ik vind het toch heel moedig dat ze ervoor kiezen het kind te houden. En wat je wel ziet is, zoals ik zeg, dat het soms misschien niet de ideale omstandigheid is, maar dat er altijd hoop is. Hoop doet leven. En ongeacht je situatie bij de geboorte, het kan altijd uitbloeien tot iets prachtigs. De meest bekende mensen, als je kijkt bijvoorbeeld naar Tyler Perry, ook een hele gelovige man, maakt mooie movies.
Hij is ook uit een heel arm, is mishandeld, misbruikt. En zo'n situatie, Oprah ook, Oprah Winfrey. Ja. Ze is misbruikt toen ze jong was, ook zo'n lastige. Maar vaak bijvoorbeeld kan je denken, ik als tiener, ik heb geen hoop of er is geen geweldig leven dat ik mijn kind kan bieden. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Zolang je gewoon hard werkt. En ik denk dat een van de voordelen is bij tienerszwangerschap, dat bij meisjes ineens er een klik komt van, hey, je leven wordt echt, je gaat doelbewuster leven. En je hebt de verantwoordelijkheid voor een klein kind, nu een baby. Omdat je dan gauw serieuzer wordt en toch een vooruitstrevender bent om iets te betekenen voor je kind. Ja, dus het is een uitdaging, ja. Maar het is ook, kan ook mooie dingen met zich meebrengen. Precies, ja. Heel leuk dat je het zo positief belicht. Dankjewel, Tirsa. Jen, wat vind jij ervan? Ja, ik zie altijd als mensen op hele jonge leeftijd al een kindje krijgen, wat heel moedig is, zoals Tirsa aangeeft. Maar dan zie je dat ze wel heel snel al heel veel verantwoordelijkheid krijgen, wat ze soms niet altijd kunnen dragen. En je ziet ook dat de ouders, de grootouders, dan vaak ook bijspringen. En dat is ook heel mooi dat de grootouders dat doen. Maar voor zo'n kind is het soms best wel lastig om die switch in één keer te maken naar die hele zware verantwoordelijkheid voor een mensenleven. Ja. Maar aan de andere kant, als je heel jong kinderen krijgt, dan jouw kinderen worden groot en die krijgen dan ook kinderen. En dan ben je heel jong al opa of oma. En dat is eigenlijk wel heel leuk, want vaak zie je dat opa's en oma's toch wat beperkter worden met fysieke dingen. Maar als je een jonge opa en oma hebt, die kan nog met je gaan sporten, tennissen, zwemmen, weet je. Lekker ravotten met de kleinkinderen. En dat is toch wel heel mooi om te zien en dat zie ik ook heel vaak. Yes. Dat vind ik ook echt leuk. Ja, mooi. Dus eigenlijk zeg je, je wordt in één klap volwassen. Ja. Als ja, want een verantwoordelijkheid voor een leven. Je jeugd is voorbij. Ja, je kind zijn, houd dan op, want je krijgt zelf een je kind. Je kan niet gewoon een tiener meer zijn. Nee, je bent geen kind meer. Je bent dan een iemand die voor een kind moet zorgen. Dat is best wel zwaar. Ja, geestelijk moet je dan volwassen zijn. Ja. 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 En dat is onomkeerbaar, want als kindje er is, kan je niet meer zeggen, nou terug, nee. Ja. Het is voor altijd ben je die moeder of die vader geworden. Ja. Dus het is een mooie stap, maar hele grote consequenties, ingrijpende consequenties. Maar je kan er het beste van maken, zoals Tirsa ook zei. Maar wat denkt u ervan, tienerzwangerschap? Ja, het is toch een heel moeilijk onderwerp hoor. En waar je niet zo graag over wilt praten, omdat er een taboe is. Mijn dochter van 14 is in verwachting, of 15, soms zelfs 13 jaar. En zo. En weet je wat ik zo jammer vind? Het legt een stempel op het leven van de moeder ook, hè? Van zo'n tienermoeder. Ja. Dat zij dus al zo jong al moeder is geworden en zo. En ja, vaak denken we niet aan de vader die dat kind heeft verwekt, de man of de persoon. Die komt niet altijd zo helder in beeld. Daarom hebben we deze keer ook gekozen om Ray Brof in beeld te brengen, die op zo'n jonge leeftijd al vader werd, juist omdat dat ondergesneeuwd raakte. Ja, precies. En dat vind ik aan de ene kant ook niet eerlijk. Maar goed, als het eenmaal gebeurd is, dan is het gebeurd. Mm-hmm. En moeten wij als familie, vooral de moeder van zo'n tiener, die moet het ook accepteren en ermee kunnen omgaan. En ja, net zoals Tirsa dat ook aanhaalde, er zijn een heleboel arme gezinnen waar het juist voorkomt dat de tiener zwanger wordt. Er is weinig toezicht, ze helpen elkaar zo'n beetje en ze gaan vaak bij de buren en gaan zomaar hier en daar, waardoor ze dan zijn toch... Zijn kinderen die vaak ook geen muzieklessen krijgen, sportlessen, omdat de familie zich niet kan veroorloven. Ook zelf moeilijk. Verveling. Ja. Waardoor juist deze gezinnen dan de dupe van zoiets worden. Hè? Ja. En net wat Jennifer ook al zei, zo'n kind, zo'n tiener, moet dan er eens de verantwoordelijkheid dragen van zo'n kind. En dat is dan toch wel zwaar. En de toekomst gaat er zo wat aan. Want je moet dan ook je studie gaan aanpassen en de school gaan aanpassen. En of sommigen die stoppen dan even met studeren. Of moeten dan gedwongen thuis blijven. Ja, het is toch wel niet zo eenvoudig hoor. Ja. Ik heb zowel een tienerjongen als een tienermeisje gehad in de hulpverlening. Ik weet nog, die jongen zat vlak hier bij mij op het balkon. En ik zag echt tranen zo uit zijn, door zijn, zo zijn vingers heen, weet je. Hij had zo'n verdriet. Hij had dus een meisje zwanger gemaakt en het had ook een enorme indruk op hem gemaakt. Ze heeft dat kind toen gekregen. Maar het bleek al gauw dat ze niet in staat was om voor het kind te zorgen. Want de impact die het heeft op die tienermoeder,
De grootste slachtoffer is soms het kindje zelf. Hè? Als een meisje heel jong al moeder wordt, heb je ook meer kans op lichtgewicht kinderen. Hè? Dat kinderen te licht geen gezonde voeding krijgen in de moederschoot, maar dat die moeder nog, lichaam nog niet zodanig ontwikkeld is dat ze nog geen voldragen kind ter wereld kan brengen. En dan zie je dat zulke kinderen eigenlijk al worden geboren met een achterstand. En daarom denk ik ook, zoals jullie ook aanhaalden, is het zo belangrijk dat je dan die steun krijgt van je omgeving. Ja, als mensen zien van het gaat niet voor die moeder, het lukt niet, dat er grootouders zijn, dat er tantes zijn, dat er nichten zijn, dat er vrouwen zijn. Ja. Die zeggen van laat me ontfermen over dit kind, totdat je weer, weet je, door kan gaan met elkaar, moeder en kind, samen. Nou, bedankt voor jullie mening over tienerzwangerschap in Family Time.